Met Linda. Linda, goedemorgen. Je spreekt met Rob Hansen van Eigen Regie nu. Dag Rob. Ik zou jou even bellen met een aantal vragen. Ja. En de eerste vraag die ik graag aan je wilde stellen is, was je gisteren in Den Haag? En zo ja, hoe heb je de dag beleefd? Ja, ik was gisteren zeker in Den Haag. Natuurlijk sowieso om mijn dagelijkse werk te doen. Maar zeker ook om betrokken te zijn bij de plannen die gisteren gemaakt zijn. Ja, en het was heel erg spannend. Je wist dat gekeken werd voor kunnen wij samen een akkoord maken. Ja, want de PVV die is weggelopen. En die had trouwens zelf ook een verschrikkelijk akkoord op tafel gelegd. Kunnen wij met een beter akkoord te komen? En dat is gelukt en daar ben ik heel erg blij mee. Ja, er is op dit moment nog steeds wel enige onduidelijkheid over de teruggedraaide maatregel betreffende het PGB. Kun jij in het kort misschien uitleggen wat het terugdraaien dan precies betekent? Ja, het terugdraaien betekent dat voor de begroting van 2013 dat er niet bezuinigd wordt op het persoonsgebonden budget. En dat is een voordeel, want dat betekent dat we vervolgens op zoek kunnen gaan naar een veel beter PGB. Wij hebben volgens mij eerder ook wel een gesprek gehad over wat kun je met het PGB doen. Want het PGB zelf is heel goed. Het zorgt ervoor dat mensen de eigen regie kunnen houden. En vervolgens kijk je ook van hoe kunnen we het ook echt beter maken. Want nu werd de kritiek op het PGB werd vaak misbruikt om maar 90% af te schaffen. Nou, en wat ik wil gaan doen, die bezuinigingen voor 2013 die gaan niet door. Ik wil samen met Persaldo en met andere mensen die ideeën hebben over het PGB kijken hoe kunnen wij nou zorgen dat het PGB gewoon blijft. Dat de minder goede dingen eruit gaan en dat de goede dingen gewoon kunnen blijven en zelfs nog veel verder uitgebreid kunnen worden. Dat de eigen regie juist veel sterker wordt. En daar heb ik heel veel zin in. Betekent dat dan ook dat mensen, zij nu, hetzij vanaf 2013, weer gewoon een PGB aan kunnen vragen? Het betekent dat voor 2013 wel. En vervolgens is het wel de vraag van wat betekent het nou voor de jaren daarna? Want ja, wij gingen hier over de begroting voor 2013. En wat er daarna gebeurt is aan de nieuwe Kamer. Dus dan ligt het echt aan de samenstelling van de Tweede Kamer wat het verder wordt. Nou, GroenLinks die heeft gezegd, wij vinden dat PGB een keihard punt. Wij gaan ons daar heel hard voor inzetten. Samen met trouwens ook natuur en passend onderwijs en allerlei andere zaken. En ja, er zijn natuurlijk ook partijen die dat minder belangrijk vinden. Bijvoorbeeld de PVV, die is toch veel meer van de zorg in natura, van de traditionele zorg. En die hadden dus toen andere keuzes gemaakt dan wij. Dus het ligt aan wat de mensen kiezen. Als de mensen gaan voor eigen regie, dan moeten ze op GroenLinks gaan stemmen. En dan gaan wij ervoor zorgen dat het PGB blijft en dat het nog beter wordt. En dat niet 90% wordt afgeschaft. Maar als ik jouw woorden goed begrijp, dan betekent het dat mensen nu nog geen PGB aan kunnen vragen. Maar vanaf 2013 weer wel. En dan vanaf 2014 misschien wel weer niet. Vanaf 2013... in ieder geval, en we moeten nu gaan kijken hoe we het verder uitwerken. Maar het zou natuurlijk wel heel raar zijn als je nu voor een half jaar een hele regeling opstelt. En vervolgens over een half jaar zegt van nu. En dan vervolgens na een half jaar zegt van oké, en nu weer wel. Dus ik ga er in ieder geval voor dat we dat PGB behouden. En dat we die vergoedingsregeling van tafel halen. Dat gewoon mensen weer een PGB kunnen aanvragen. Maar dat is, voor de duidelijkheid, dat is nu nog niet. Nu de bezuiniging, kunnen mensen nog geen PGB aanvragen. De bezuiniging voor 2013 is teruggedraaid. Ik had heel graag die van 2012 ook willen terugdraaien, maar 2012 is gewoon al begonnen. 2013 is teruggedraaid. En 2014 en 2015, daar ging het akkoord niet over. Dus daar kon je ook niks over besluiten. En dat begrijp ik. Ja, dat moet dus dan in de volgende Kamer moet dat dan besloten worden. Ja, dus mijn inzet is pas helder. Maar het PGB dat moet gewoon blijven. Ja, dus voor mensen die nu zorg in natura hebben, maar graag een PGB willen, even nog een paar maanden wachten en dan het om laten zetten in PGB. Dat denk ik wel.
Maar ik wil echt meteen, ik moet nu eerst even een paar dagen vrij hebben. Maar ik ga wel heel snel om de tafel om te kijken wat we hierop kunnen doen. En misschien dat er bij andere Kamerleden nu ook wel ideeën ontstaan. Dus daar gaan we gewoon mee aan de slag. Ja, dus het zou ook nog kunnen dat daaruit komt dat bijvoorbeeld mensen nu al bewijzen van vanaf juni of juli alweer een PGB aan kunnen vragen. Ja, ik kan daar niks op beloven, maar ik kan er wel heel hard voor vechten. En dat is wat ik ga doen. Oké. Hoe voelt het voor jou als verantwoordelijke voor zorg binnen de partij dat dit nu gelukt is? En had je het verwacht? Nou, ik had vorige week viel het kabinet. Daar was ik natuurlijk meteen heel erg blij mee. Zeker toen ik zag wat er in dat akkoord zat. Bijvoorbeeld op de zorg zat er ook in dat er 9 euro per recept betaald moest gaan worden. Nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Toen gingen we wel nadenken, oké, maar als wij verantwoordelijkheid nemen, wat zouden wij dan doen? En dan moet je een hele belangrijke punt noemen en ik zei meteen het persoonsgebonden budget. Dat is voor mij heel erg belangrijk. En ja, het is natuurlijk spannend wat er gebeurt, want VVD en CDA hebben natuurlijk eerder wel ingestemd met bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Maar ja, vervolgens bleek toch dat zij bereid waren naar ons te luisteren en daar ben ik heel erg blij mee. Dus de verwachting kwam geleidelijk aan, ik werd steeds optimistischer. Ja, daar gaat mijn volgende vraag ook over, hè? Vooral over de VVD. Want de VVD is natuurlijk eigenlijk verantwoordelijk voor de geboorte van het PGB. Ik probeerde Tamara Venrooy daar zelf ook nog om een reactie over te vragen. Maar denk jij dat het VVD nu eigenlijk best blij is dat de plannen rondom het PGB zijn teruggedraaid? Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Tamara Venrooy kijken, dus je moet het er zelf in de eerste plaats vragen. Feit is wel dat als je kijkt naar het zorgbeleid, was het ook wel voor een groot deel, op dit soort punten, vond ik het wel typisch PVV. Het PVV is echt van de formele zorg, van de zorg in natura, meer van de gewone zorginstellingen en... ik denk dat dat bij de andere partijen minder was. Dat het daar misschien wel meer pijn deed. Maar ja. Je moet het echt aan Tamara zelf vragen. Ja, we hebben het al een beetje over de nabije toekomst gehad. Hè? Maar kun je voor de luisteraars een beetje vertellen van hoe gaat de komende tijd er nou uitzien voor GroenLinks? En dan met name de uitwerkingen rondom het PGB? Nou, we gaan de afspraken uit het akkoord, die moeten nader uitgewerkt worden. Dan moeten we natuurlijk over overleggen met de andere partijen. Dus dat zal de eerste tijd gebeuren. Nou, vervolgens begint de campagne. En dan moeten we na de verkiezingen kijken hoe de Kamer er dan voor staat. En of er meerderheden zijn die zeggen van wij gaan nu vol inzetten op eigen regie, op kleinschaligheid in de zorg, op de mens zelf weer centraal stellen. Dat zal in ieder geval mijn agenda dan, of de agenda van GroenLinks zijn. En dan is het vervolgens aan de kiezer om te bepalen, willen wij die kant op? Of zeggen we van nee, we willen de kant op die eigenlijk het vorige kabinet opging. Dus de keuze is dan aan de kiezer. En de agenda van GroenLinks is eigen regie, kleinschaligheid, de cliënten centraal. En ik hoop echt dat ook op veel steun kan rekenen. Ja, heb je nog iets wat je kwijt zou willen aan de zorgverleners die binnen PGB werkzaam zijn of de budgethouders? Want die zijn natuurlijk logisch heel euforisch na wat er gisteren is gebeurd. Ja, ik wil ze graag uitnodigen om met mij mee te denken. Ik heb heel veel positieve reacties gehad van mensen. Maar ik weet ook dat er heel veel kennis en ervaring bij die PGB-houders zitten. En want jullie als PGB-houders zijn natuurlijk de ervaringsdeskundigen. Dus vertel mij ook van wat jij wil dat er gebeurt met het PGB. Hè? Waar gebruik je het PGB nu voor? Hoe kunnen we dat nog beter maken dat het echt nog meer past bij jouw behoeftes als PGB-houder? Dat je je leven zo kunt leiden dat niet alles is gericht op hoe je je zorg krijgt. Ik wil daar gewoon heel veel input voor krijgen. Dat wou ik altijd al, maar ik ben nu nog meer gedreven om er samen wat van te maken. Daar sluit ik mij volledig bij aan. Mensen kunnen hun verhaal, hoe ze het PGB
Nu besteden ook straks op onze website www.eigenregie.nu kwijt, zeg maar. Dan kunnen jullie dat als GroenLinks, maar ook jouw collega partijen kunnen daar naar lezen. Dan rest mij nu jou nog een fijne meireces te wensen. Ik had begrepen dat jullie 2 weken vrij zijn. Ik kan me niet... Ja, dat is niet helemaal waar. Nee, ik ga ook nog op werkbezoek naar het buitenland. Want ik ben ook woordvoerder oorlogsgetroffenen. En we gaan met de commissie VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaan wij naar Auschwitz toe. Naar het kamp daar. Daar gaan wij dus op bezoek. Dus ik ben wel vrij. Oh, en ik loop ook nog mee met de dag van de verpleging. Loop ik mee in het ziekenhuis in Heerlen. Dus ik ben wel een beetje vrij, maar er moet ook nog gewoon gewerkt worden in het reces. Nou, heel veel succes. Erg bedankt voor het interview. En we hopen dat meer collega's van jou ook hun verhalen kwijt willen op onze website. Oké, is goed. Dankjewel. Dankjewel. Hoi.